Goedenavond, welkom bij Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Servas en dit is de gezonde leefomgeving. We hebben alweer de derde aflevering. En naar twee afleveringen hebben we gekeken naar hoe ziet dat eruit. Zo'n gezonde leefomgeving, waar moeten we aan denken? En welke elementen komen er in speel? Bijvoorbeeld de laatste aflevering over drukte in gezondheid. Maar ook keuzevrijheid en wat voor type huizen je dan hebt. Gaan we nu praten over hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Hoe bouw je die gezonde stad voor iedereen? En hoe bouw je die gezonde stad zo dat zoveel mogelijk mensen en eigenlijk het hele land daar profijt van hebt? Dit programma hebben we samengemaakt met de gemeente Utrecht en met AM. Dank jullie wel daarvoor. Hopelijk praten we ook vandaag met jullie. Dat kan via de chat. Als je ingelogd bent op dezwijger.nl, dan kan je alsnog even snel bij de Zoom-call komen. En dan kan je vragen stellen via de chat. Die vragen komen dan bij mij op deze tablet binnen. En die kan ik stellen tijdens het programma. Vanavond wordt uitgezonden via Salto, sociale media en dezwijger.nl, zoals ik net al zei. En welkom. Laten we beginnen. Hier aan tafel zitten vier fantastische sprekers. Om te beginnen met Stanley Driessen. Jij bent directeur bij de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Fijn dat je er bent. We spreken ook met Wouter Veldhuis. En jij bent rijksadviseur voor de leefomgeving, fysieke leefomgeving. Ook fijn dat jij er bent. Ook architect, stedenbouwkundige en directeur van MUST. We spreken ook met Liongo Juliana. Jij bent directeur Caribbean Region bij OZ Architects. En tot slot met Evelien van Leeuwen, Scientific Director bij EMS Instituut. Een EMS Instituut is een samenwerking tussen de universiteiten van Wageningen, Wageningen University Research, TU Delft en MIT. Die gevestigd op het marineterrein. Precies. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Moeilijk gesprek. Volgens mij om te bedenken, waar hebben we het dan over? Want het is niet een, iedereen is heel veel mensen. Laten we allereerst beginnen met nog even teruggaan. Wat is nou die gezonde stad, Sunny? Van, als jij aan een gezonde stad denkt, wat zijn dan voorbeelden die bij jou naar boven komen? Ja, ik moest even denken aan een van de eerdere uitzendingen. Dat was een historicus. Ja. En die heeft daar heel veel mooie dingen over verteld. En wij hebben het bij de Raad wel eens over het nieuwe riool, de nieuwe riolering. Zeg maar 100 jaar geleden, of nou, dat is inmiddels alweer langer geleden, werd dat riool aangelegd. En dat heeft eigenlijk gezorgd voor heel veel meer gezondheid voor alle bewoners van een stad. En dat heeft eigenlijk niks met de gezondheidszorg aan zich te maken. Dat is gewoon een infrastructurele oplossing, riool, waterleiding, om voor iedereen meer gezondheid te creëren. Aan toegang tot voorzieningen. Ja. En daardoor ging levensgeluk, levensverwachting. Ja, maar ook gewoon de levensverwachting. Mensen gingen konden langer leven, gingen minder snel dood. En wat je nu ziet, en daarom gebruik ik die geschiedenis, is dat een heleboel mensen, we worden eigenlijk allemaal steeds ouder. Ja. Maar je ziet ook dat mensen met een hoge opleiding en veel inkomen 7 jaar langer leven. Maar ook dat mensen met minder hoge opleiding en minder hoog inkomen niet alleen 7 jaar korter leven, maar ook nog eens 15 jaar in ongezondheid. En die kloof is niet kleiner geworden. Dus we zijn wel allemaal ouder geworden, maar de verschillen tussen de mensen die het goed hebben en de mensen die het niet goed hebben in gezondheid, dat is alleen maar vergroot. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom we zeggen, wat zou nou de nieuwe riolering zijn anno 2020, 2030, waar we nu aan moeten werken. Want dat was midden 19e eeuw. Ja. Is dat op een gegeven moment hier in Amsterdam door Servati, vast ook legendarische figuren in andere delen van het land, die ik niet paraat heb. Maar het is gewoon gezegd, we moeten een dokter, een huisarts, we moeten riolering aanleggen. Dit moeten we opzetten. Ja. Naverland effect, heeft groot effect gehad op volksgezondheid. Ja. Maar dus, je noemde net die cijfers van 15 jaar ongezond leven. Ja. Plus dan nog eens keer 7 jaar langer leven. Ja. Dus als mensen in wijken leven die gezonder zijn, dat is nogal een verschil. Dat dan is hebben we het over 22 jaar. Groot verschil. Nou, nee, het is 15 jaar langer leven in gezondheid en 7 jaar feitelijk langer leven. Ah, ja, okay. Nou, dat is een heel groot verschil. En ja, en we hebben de neiging om dan te denken, ja, dan moeten mensen stoppen met roken en stoppen met drinken. En dat is allemaal waar. Ja. Maar er zijn een heleboel omstandigheden die te maken hebben met je inkomen of de leefomstandigheden waarin je woont. Het type huis, of daar vocht en schimmel is, of de lucht waarin je woont. Dat heeft ook heel veel invloed. Dus dat zijn zaken waar mensen niet direct zelf invloed op hebben? Precies. Ja. Ja. Ja.
Ja, mooi. Ja. Dat is ja, mooi. Ik weet eigenlijk niet of het mooi is, maar het is in ieder geval fascinerend om te zien en fijn. Want dat lijkt het dat we daar als samenleving stappen in kunnen zetten. Ja, en dat we dat dus ook, wat we doen voor de hele stad, komt dan aan iedereen tegemoet. Maar je zal misschien in sommige wijken wat meer moeten investeren dan in andere. Ja. En Liongo, hoe luister je naar? Ben je mee eens dat er nieuwe... Ja, die kan er amper tegen zijn, maar herken je dit beeld? Hebben we de nieuwe riolering nodig? Ja, nou, ik denk dat we inderdaad iets moeten vinden waardoor we iedereen gaan bereiken, alle groepen in de samenleving. En terwijl Stanny dat vertelt, zit ik te denken van, ja, hebben we het op ons netvlies wie al alle mensen van onze stad zijn? En hoogopgeleid, hoeveel hoogopgeleide, hoeveel mensen die laag opgeleid hebben zij in hun vriendenkring? Dus is die andere groep mensen, is die niet heel ver weg dat je hem bijna vergeet? Want wat doen wij? Wij selecteren heel vroeg en gaan al heel snel met alleen maar brengen we onze kinderen bij mensen die gelijkgezind, gelijk opgeleid, gelijke soort school. Dus misschien zit daar... Dus dat is cohesie in de samenleving? Ja, nou, er zijn een soort van twee samenlevingen die naast elkaar parallel bestaan. Dat zie je een beetje ontstaan als die verschillen steeds groter worden. En dat is hetgene wat je weer bij elkaar moet zien te brengen. Ja, maar hoe kunnen... Want enerzijds kan je natuurlijk mensen betrekken door... bijvoorbeeld naar de gemeente Utrecht, als er een herinrichting van een wijk of een openbare ruimte... een goede buurtparticipatie, mensen erbij betrekken... Maar ja, dan moet je ook maar wachten of mensen komen. Is dat dan zeg maar het betrekken bij de mensen of gaat dat veel dieper? Nou, laat zeggen, wat ik probeer te doen vanuit mijn vak is gewoon te kijken naar de cijfers, gewoon naar de demografie. Dus als je ergens begint te werken, ga eens te kijken naar de demografie. Wie woont daar eigenlijk? Ja. Bijvoorbeeld, er zijn dorpen of steden waar veel meer oudere mensen wonen. Nou, dan is dat belangrijk dat je dat weet. Want misschien moet je dan sommige dingen anders gaan ontwerpen. Dus niet afgaan op je gevoel van nou, het zal wel zo zijn zoals het bij mij thuis is. Maar ga echt kijken van naar de cijfers en wat vertellen die cijfers je. En ga ook met mensen in gesprek. Want kijk, het gevaar van participatietrajecten is dat de mensen die heel goed weten hoe dat systeem werkt, dat die dan aan tafel zitten. En dus als je dan daarnaast de cijfers hebt en je merkt van hé, maar de zaal die hier voor me zit, dat is geen representatie van wat in deze wijk bestaat. Dan moet je dus nog iets anders gaan doen. Ja, hij had een bepaald. In meerdere gemeenten had je van die apps waar je vuilnis op straat kon fotograferen en dan doorsturen. En bepaalde wijken wisten welk jargon je moest gebruiken. En waardoor je dus het woord klachten in moest zetten, waardoor dan sneller gehandeld werd. Maar dat soort dingen voorkom je dus op het moment dat je. Of dan ben je eigenlijk een soort van paard achter de wagen aan het spannen. Want dan ben je dus de groep die de route weet te vinden, betrek je wel. Maar de mensen die het misschien niet weten te vinden, betrek je niet, waardoor je dus niet het complete beeld hebt. Ja. Zat het een beetje? Ja, het gaat om te zorgen dat je toetsmomenten hebt om te zien of je iedereen erbij hebt. Ja. En laat zeggen, je kan er niet van uitgaan dat het vanzelf gebeurt. Ja. Omdat op dit moment de structuren in onze maatschappij niet zo zijn dat vanzelfsprekend alle mensen betrokken worden bij alles wat in onze maatschappij gebeurt. En voor jullie allebei dan, want... Eigenlijk de vraag waarom, hoewel die ook best wel overduidelijk is wat je zegt. Nou, die 7 jaar gezond leven in 15 jaar, of andersom. 15 jaar gezond leven, 7 jaar langer leven. Ja. Dat is een vrij stevige reden. Ja. Uit dat zich ook op andere velden? Die leefomgeving, heeft dat op andere manieren ook effect op mensen? Nou, ik denk dat het op heel veel manieren effecten heeft. In welke wijk woon je en zijn er ontmoetingen in die wijk? De ontmoetingen zijn heel belangrijk. En in mijn wijkje kan ik ergens lekkere koffie gaan drinken. Ja. Dan zie ik wijkbewoners en daar betaal ik €3,25 voor. En dan krijg ik mijn koffietje met havermelk en dan heb ik een hele leuke ochtend. Ja. En er zijn wijken waar om 5 uur de rolluiken naar beneden gaan. Dan zijn die ontmoetingen niet vanzelfsprekend. En er zijn ook een heleboel dingen, of ze nou wegbezuinigd zijn of weggegaan, die er niet meer zijn, waardoor die ontmoetingen niet meer vanzelfsprekend plaatsvinden.
En ik denk dat je daar best wel wat aan zou kunnen doen. Wat zijn dan de ontmoetingen die mensen willen? Hoe faciliteer je dat? Kun je die ontmoetingen ook echt heel dichtbij doen? Dat als je bij wijze van spreken achter de rollator loopt, dat ook nog mogelijk is. Dus dat zijn ook bijvoorbeeld dingen die de leefbaarheid van een wijk beïnvloeden. Ja, dus als je mensen uitnodigt om de openbare ruimte, mensen uitnodigt om buiten te gaan. Ja. Het goed punt. Volgens mij moeten we er nog heel lang over doorpraten. Maar dan. En voor jou, Evelien, want jij wilde een. Toen wij in het vorige gesprek hadden, kwam jij met een mooie quote. En dat is, ik zal hem in het Engels zeggen: whether it's the slum of Nairobi or the skyscrapers of Tokyo, the imperative has always been to pack more people. Where their talents and labor are needed, their health closely related to the environment in which they live has never really figured. Only recently have we realized the ills we are reaping. En dat is van Bosley van 11 februari 2018. Kort gezegd, we proberen zoveel mogelijk mensen bij elkaar te pakken in zo klein mogelijk ruimte. En op basis van het meest economisch belang in de stad, dus van de mensen die er hebben. En gezondheid wordt hier vaak niet meegenomen. Maar eigenlijk. Deze quote suggereert dat de hele dat we eigenlijk nog steeds arbeiderswijken naast de fabriek bouwen zoals dat in de 19e eeuw gebeurde. Nou, dit gaat ook over verschillende plekken in de wereld, hè, waar je verschillende situaties ziet. Maar de eerste steden, hoe ze gebouwd zijn, daar werd natuurlijk geen rekening gehouden met de gezondheid van mensen, maar gewoon zoveel mogelijk mensen bij elkaar. En nog steeds biedt een hoge bevolkingsdichtheid natuurlijk allerlei voordelen. Waardoor bepaalde dingen efficiënter zijn. Hè? Wat ook het voordeel is van een stad. Hè? Dus denk aan transport. Maar denk ook aan inderdaad hoeveelheid werknemers die je in de buurt hebt. Om de productieniveau van een stad zo hoog mogelijk te kunnen houden. En ik denk ook nu, hè, als we het hebben bijvoorbeeld over de woningbouwopgave. Hè, dat we ook ons moeten realiseren. Van, is de bedoeling om zoveel mogelijk woningen op een kleine plek te realiseren? Ja. Of kijken we ook naar de kwaliteit van die woonwijken. En van de mensen die er wonen, wat ze nodig hebben. Dus dat in die zin kwaliteit minstens net zo belangrijk is als kwantiteit. We hebben ook natuurlijk voldoende woningen nodig. Maar we doen het dus onvoldoende, zegt de conclusie. Daarom wil je laten zien. Nou, dit gebruik ik ook in een college over healthy cities. Ja. En daar zeg ik van eigenlijk hoe steden in eerste instantie ontstaan zijn, is niet met de gedachte om een gezonde plek te creëren voor de meeste mensen die er wonen. En de rijke mensen, zeg maar, die konden wel hun eigen paleisjes bouwen in de stad. En als het niet zo prettig was in de stad, gingen ze naar hun buitenhuis. Dat was in de Romeinse tijd al zo. Daar was de stad echt een plek waar het heel ongezond was om te vertoeven, met vreselijke herrie en heel veel smog van alle brand, van al het hout dat verbrand werd om te koken en zo. Dat rijke mensen uit Rome, die woonden al grote delen van het jaar in het buitengebied. Dat was in Utrecht natuurlijk ook met de mensen die langs de Vecht wonen. Lange tijd hebben die steden niet gebouwd om voor de arbeiders een zo gezond mogelijke plek te creëren, maar eerder een zo goedkoop mogelijke plek. En dan denk ik, als je dit vertelt, dan denk ik aan de regulering waar jij het over had, die tijd. Denk aan mensen op elkaar gepakt in de Jordaan in het begin van de 20e eeuw. Maar is dat dan nog steeds zo? Want ik kan me wel voorstellen dat mensen een mooie villa kopen op het Gooi om dan op afstand van iedereen te zijn. Nou, of er nog steeds van die verschillen zijn. Die verschillen, die aan de negatieve kant. Ja, natuurlijk, die zijn er overduidelijk, zou ik zeggen. De plekken met ruimte, dat zijn huizen met een tuin, zijn altijd veel duurder dan huizen zonder tuin. En huizen op een plek waar je veel overlast hebt van een snelweg of van industrie wat er misschien naast zit. Dat zijn niet de huizen die het meest kosten. Dus dat zijn de goedkopere huizen, zeg maar. Dus daar wonen ook mensen die zich dat kunnen veroorloven. En die zouden heel graag ook vaak ergens anders willen wonen. Ja. Of in een andere soort wijk, maar die kunnen dat niet betalen. Maar is dan de belemmerende factor in de toegankelijkheid van gezonde leefomgeving financiën? Of het financiën is, ik denk wel dat er ongelijkheid is. En dat degene met het lagere inkomen vaak op plekken uitkomen waar de luchtkwaliteit slechter is en waar minder ruimte is. Ja. Dus die mensen hebben veel minder keuze. Dus dan krijg je eigenlijk een soort sorteringseffect van mensen die daar niet weg kunnen. En mensen die, nu zie je, zou je misschien ook kunnen zeggen, mensen die hogere inkomens, die eerst graag op een klein flatje in een leuke oude wijk in Utrecht wilden wonen.
En zich nu realiseren hoe met het hitte-eiland-effect of met corona, hoe beperkt die ruimte is die zich kunnen veroorloven, die gaan naar een andere plek of een huis met de tuin ergens in de stad of daarbuiten. Maar de mensen die zich dat niet kunnen veroorloven, die blijven achter. En dan is de vraag, is het de wijk die die mensen ongezond maken of wonen er vooral in die wijk ongezonde mensen? Wouter, hebben we daar een antwoord op? Hoe kijk jij daarnaar? Het is een verdomd moeilijke vraag waarschijnlijk weer. Maar... Volgens mij is dit ongeveer wat net voorbij is gekomen. Namelijk de vraag, ene kant van, wordt iedereen wel meegenomen? En dan gaat het dus over kansongelijkheid. En de tweede vraag is inderdaad, bouwen, is de fysieke structuur wel passend? Dus volgens mij zijn het... is het zowel fysiek als sociaal-economisch een vraagstuk, dat gezonde. De gezonde stad. Maar wat ik... om maar eventjes meteen er tegen in te gaan over van... is het eigenlijk ongezond om mensen dicht bij elkaar te zetten? Ik durf te zeggen, dat is het gezondste wat je kan doen. Want daarmee zorg je dat alles voor iedereen zo goed mogelijk toegankelijk is. Heb je nabijheid, heb je voorzieningen voor iedereen om de hoek. En er is niet de een met de auto afhankelijk om ergens te komen. En de ander die te voet of met de bakfiets kan. Maar dat slaat mooi aan op de vraag van Sanne die nu net binnenkomt. Ze zegt namelijk, wat vind je van het idee van de 15 meter city van... Precies. Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs. Ja. Maar dat is zegt, dat laat mensen lopen... Nou ja, nee, precies. Dus ik ben enorm pleitbezorgd van nabijheid. Dus als een van de meest inclusieve strategieën in de ruimtelijke ordening. Om te zorgen dat iedereen eigenlijk alles kan bereiken op een makkelijke manier. Maar de uitwas is natuurlijk dat je mensen gaat stapelen in onbewoonbare hokjes. En ik zie nu op plekken woningbouwprojecten ontstaan waar een woning van 20 vierkante meter zonder balkon worden opgeleverd. Dan denk ik, ja, dan zijn we dus toch in de terug naar 1850, 1880 aan het gaan. Waar het meer gaat over het opeenstapelen van arbeidskapitaal dan het zorgen dat mensen op een fijne manier in een gezonde stad wonen. Dus de kunst is, hoe kan je nou zoveel mogelijk mensen bij elkaar krijgen en voorzieningen en een leefbare openbare ruimte en tegelijkertijd die massa voor elkaar krijgen zonder dat de leefkwaliteit achteruit gaat. Nou, dat is een hele moeilijke. Dat is echt een ontwerpvraagstuk. Dus, maar het gaat ook over grondpolitiek. Het gaat over regelgeving. Dus dat de hele keten van het ordenen van de stad. En ook de regelgeving vanuit het Rijk. Op al die facetten moeten een aantal palletjes worden omgezet. Om even terug te komen nog naar Stanny. Ik vraag me dus ook af of er zoiets is als het nieuwe riool. Hè? Dus als metafoor snap ik hem. Maar ik heb het gevoel dat we nu enorm veel kleine rioolbuisjes en sanitatieprojectjes nodig hebben op allerlei verschillende onderdelen. Dus het is volgens mij veel ingewikkelder dan 150 jaar geleden. Toen we echt de ongezonde open riolen en het gebrek aan schoon drinkwater moesten oplossen. Maar als ik hem zo op een samenvat wat ik hoor, want Stanny, bij jou hoor ik van die leefomgeving heeft groot effect op de gezondheid van mensen. Bij jou hoor ik van we hebben heel veel plekken, hebben acties nodig. Bij jou hoor ik breng mensen samen en bij jou hoor ik zeggen van nou, wees bewust van hoe je nou zo'n stad bouwt en neem daar gezondheid in mee. Want als ik nadenk over hoe in Nederland dat over het algemeen ingezet is, als je nou in de regio Amsterdam of de regio Utrecht, als je op fietsafstand van de meeste bedrijven wil wonen, dan moet je of in echt sociale woningbouw zitten, of je zit op rotplekken, of je moet heel veel betalen. De meeste andere plekken zit je in Lelystad, of je zit in Nieuwegein. En dan ben je dus de helft van je dag ben je aan het reizen. Maar hoe dus is dit dan de crux van het probleem? Zit daar dan de schifting tussen mensen? Is dat dan... Nou, ik denk dat die op heel veel terreinen zit. Dus dit is één probleem. En je hoeft natuurlijk niet... En de fiets is één mogelijkheid. Openbaar vervoer kan er ook bij helpen. En deels thuiswerken en deels op het werk. Wat niet voor alle soorten werk mogelijk is. Maar wel voor steeds meer soorten werk. Wat we de afgelopen jaren hebben geleerd. Dat helpt daar ook in. Ik denk wat net nog niet helemaal aan bod was. Het is zeg maar die verdichting waar jij het over hebt, die is ook nodig. Want anders we hebben zoveel woningen nodig, ook voor een relatief korte tijd. Want die piek van vergrijzing die is al over 20 jaar. Hè? Ja. Dus daar moeten we nu op gaan inrichten. En daar zijn we best wel laat in. Maar ik denk dat we iets als
als bestaanszekerheid, het hebben van een inkomen, het hebben van een vast inkomen, ook zoiets belangrijks is. Ja, we hebben heel veel flexibilisering in de arbeidsmarkt gehad in Nederland. Je ziet dat mensen daardoor onzeker worden, dat geeft stress. Ook dat levert bij aan gezondheid. Dus het is niet alleen een inrichting van het werk. Het is ook zorgen voor voldoende werkgelegenheid, vastigheid in werk. Dat mensen ook aan een bestaan kunnen bouwen. In welke wijk dan ook. Ja. En dus bestaan, en dan is het dan toch weer dat sociaal-economische... Ja. Wat daar essentieel in is. Missen we nog één element hierin? Ja, nou, ik heel graag wat ik geleerd heb over dit onderwerp is dat het ontzettend belangrijk is om in ieder geval niet vanuit te gaan dat iedereen gezond is. Als je het over hebt over doet iedereen wel mee, zijn heel veel mensen gewoon per definitie niet gezond, omdat ze iets hebben aangeboren dan wel niet. Dus het gaat er ook om dat eigenlijk iedereen, ondanks zijn beperkingen, een betekenisvol leven kan leiden. En ik denk dat we meten altijd maar op de 100%, maar er zijn gewoon heel veel mensen die op 70 zitten en die hebben ook recht op een prettig en betekenisvol leven. Dat is ook heel mooi, de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Een gezonde stad is een stad die een omgeving biedt, zowel sociaal als fysiek, waarin mensen eigenlijk zichzelf kunnen zijn en een volledige potentieel kunnen benutten. Ja. En dat het liefst samen met anderen. Dus dan gaat gezondheid gaat ook niet alleen om het fysieke, maar ook om het geestelijke. Ja. En daar hoort natuurlijk inclusiviteit heel erg bij, maar ook veiligheid en luchtkwaliteit en groen. Maar het is een heel breed domein. Ik denk dat het wat nog zou willen toevoegen is de leefkwaliteit die bijdraagt aan die gezondheid, dat we die ook moeten gaan meten. Zodat die ook meedoet in de discussie als we het hebben over de waarde van een woning of van een woonplek. De woningen ontwikkelt, die is niet direct bezig met de leefkwaliteit van de mensen. Die is bezig met het zorgen dat bepaalde Excel-sheets op elkaar kloppen. Maar de rekening van hetgeen wat hij doet, hè, dus die woningen van 20 vierkante meter zonder balkon, op het moment dat daar problemen gaan ontstaan, dan is degene die daar geld heeft verdiend, is al lang vertrokken. Ja. En dat is denk ik wat we meenemen. Dus als je te eendimensionaal naar bijvoorbeeld het woningbouwvraagstuk gaat kijken en niet gaat kijken naar de gezondheid van de mens in een bredere zin, dan ga je de plank misslaan. Dan heb je misschien wel alle woningen straks, maar je hebt geen gezonde mensen meer. Even kort door de bocht. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Dus die connectie tussen mensen moet er ook echt ook op de lange termijn blijven. Zowel van de mensen die het bouwen, als de mensen die een omgeving vormgeven, als de mensen die daar wonen. En Stanny had het net over flexibilisering van het werken. En toen dacht ik, maar onze wetgeving is niet geflexibiliseerd. Want kijk, in veel landen werken mensen zonder een vast contract. Maar daar heb je niet een belastingstructuur dat op het moment dat jij iets extra's doet, dat die meteen bovenop je zit. Dus we hebben aan de ene kant een systeem wat je, laat zeggen, weinig creativiteit toestaat om te overleven. Ja. En aan de andere kant hebben we een flexibilisering gehad van de arbeidsmarkt. En dat geldt op meer gebieden. Hè. Dat geldt dus bijvoorbeeld ook dat wij mantelzorg moeten gaan verlenen. Maar onze hele wet en regelgeving is daar nog niet op aangepast. Dus de vraag is van wie gaat nou zorgen voor die gezonde stad? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En wie neemt daarin de regie? En wie zorgt dus dat degene die woningen bouwt, ook denkt aan de volksgezondheid. Dat is meteen een mooie overstap naar het volgende item, want het is nogal een relevante vraag. Evelien, kort, denk ik, je microfoon iets meer voor je willen zetten, want dan kunnen mensen thuis je wat beter verstaan. Mm-hmm. Want, Stanny, jij bent van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Jullie hebben net een rapport uitgebracht en dat heet namelijk de eerlijke kans op een gezond leven. En daar is een kort gesprekje van tevoren geweest. En laten we er even naar kijken. En dan geven we zo meteen context wat we nou gezien hebben. Ja. Het is een kort fragmentje. Het is, laten we er naar kijken. Overnet. Maar ik ben opgekeerd ook wel benieuwd
waar jij de grootste uitdaging ziet, wat voor jou het grootste vraagstuk op dit moment is? Ja, eigenlijk het vraagstuk dat jij ook al noemde, de hele grote gezondheidsverschillen. Niet alleen in het aantal jaren, hè, 6 jaar verschil tussen hoog en laag opgeleide levensverwachting, maar vooral ook in de jaren waarin je goede kwaliteit van leven hebt. En dat is een groot gezondheidsprobleem, maar het is ook een groot maatschappelijk probleem. Omdat het leidt tot hoge zorgkosten, tot minder arbeidsproductiviteit, tot heel veel mentale problemen. En daarvan zeggen wij, dat zouden we aan moeten pakken. En dan niet alleen in termen van individuele leefstijl, maar veel breder. Dus ook de relatie met bestaanszekerheid zien, met de fysieke leefomgeving, met gelijke kansen in het onderwijs. Want dit is een stapeling van problemen. Schulden. En juist dat op de kaart zetten, ja, dat vind ik, dat is echt de sociale kwestie van het moment. Ja, dit is een fragment uit een groter filmpje, een groter gesprek tussen Jet Bussemaker en Paul Blokhuis, staatssecretaris. En zij lichten een deel uit van wat zo belangrijk is, of uit de conclusies van het rapport Een eerlijke kans op een gezond leven. Ja. Ik hoor allemaal aspecten, eigenlijk heel veel over inderdaad schulden, maar ook inderdaad toegang tot allerlei voorzieningen en rechten. Waarom wilde je het zo laten zien? Waarom is dit zo belangrijk? Nou ja, Jet Bussemaker, onze voorzitter, heeft het over de nieuwe sociale kwestie. CDA-politicus Pieter Omtzigt heeft daar een boek over geschreven. Ja. Het is een thema wat leeft. En wij hechten heel veel waarde aan gezondheid en aan de gezondheidszorg. Maar ik denk dat we veel te veel waarde leggen aan die bijdrage van de gezondheidszorg tot onze gezondheid. En dat is eigenlijk wat Jet Bussemaker heel goed uitlegt. Het gaat hier ook over onderwijs. Het gaat hier ook over die bestaanszekerheid. Het gaat ook over kwalitatief goede woningen. En ik denk dat jullie het allemaal kennen, maar de twee documentaires hier in Amsterdam-Noord, hè, Schuldig en Klasse. Ja, al het filmen binnen bij de mensen daar laat zien dat het niet alleen gaat dat een kind elke dag naar school gaat. Er zit een wereld achter waar je soms geen idee van had. En bij Schuldig vond ik dat nog schrijnender soms, hè, dat mensen met kinderen uit het huis werden gezet. En natuurlijk krijg je dan gezondheidsklachten. Die stress is toch niet te hanteren? Nee. Ook al ben je nog zo sterk en heb je een goed gewicht en weet ik niet allemaal wat. Dus ik denk dat we echt in dit filmpje laten zien, we moeten het verbreden. En het is ook een taak die niet alleen bij het ministerie van Volksgezondheid hoort. Met alle credits voor Paul Blokhuis, die preventie echt goed op de kaart heeft gezet in de afgelopen 4 jaar. Maar het gaat ook over sociale zekerheid. Het gaat ook over onderwijs. Het gaat misschien ook al over economische zaken. Maar dus de enorme open deur dat de brede gezondheid van onze samenleving niet af kan hangen van alleen de huisarts en een ziekenhuis. Dat is heel belangrijk. Dat is even een punt wat er gewoon goed ingevreven moet worden en er goed over doorspreken. Maar dan schakel ik meteen de vraag over die Liongo net stelde. Maar misschien het jaar. Nou ja, volgens mij heb je daar in het rapport een antwoord op. Wie is dan een zet? En dan zeg je dus inderdaad niet alleen de Rijksoverheid. Nee, dat is een combinatie. Dat is ieder individu en het collectief waarin je functioneert. Je hebt het ook al als gezin te doen of waar je woont. Maar het is ook een combinatie. De Rijksoverheid moet denk ik wel wat doen. En we hebben in datzelfde rapport, pleiten we niet alleen wij, maar heel veel mensen voor een suikertax. Maak nou dat gezondere eten in ieder geval goedkoper. En in coronatijd hebben we gezien dat dat helemaal niet gebeurd is. We zeggen ook, kijk eens of je iets van het vestigingsbeleid zou kunnen doen. Moeten er nou 5 snackbars in 1 straat? Of zou je ook af en toe een snackbar kunnen afwisselen met iets waar ze gezonde snacks verkopen? Maar is het dan de lokale overheid die moet doen? Nou, of zijn daar kan de lokale overheid wel wat in. Maar die hebben eigenlijk heel weinig invloed op het vestigingsbeleid. Omdat we ook een economisch gezien hebben in Nederland. Wat eigenlijk zegt van ja, er is een keuzevrijheid voor mensen. Je mag kiezen waar jij je brood wil halen of iets anders wil kopen. En er wordt heel veel waarde aan gehecht in die keuzevrijheid. Dat is ook een heel mooie waarde. Maar het leidt ook tot heel veel ongezondheid. En tot misschien ook wel heel veel mentale ongezondheid. Wat ook heel erg is. En ik denk dat we daar op een andere manier over kunnen nadenken. Net zoals we ook allemaal weten dat we een autogordel om moeten doen. Daar twijfelen we niet meer over. Nee. En ook op de achterbank doen we dat inmiddels al. Ja, zo kun je ook kijken van, moeten we dan overal sigaretten kunnen kopen? Of kunnen we ook wat daarin landelijk beleid maken om dat anders te doen? Dus sturen in de letterlijk in de leefomgeving om te zorgen dat mensen, dat je bepaald gedrag stimuleert, of mensen elkaar ontmoeten in openbare ruimte. Maar dat is ook eigenlijk best wel
vrijheden misschien afnemen? Ik bedoel, ik rook niet, maar stel ik zou roken, dan is het mijn zorg. Nou ja, dus daar kun je. Ja, we hebben dat met een gordel is ook een vrijheid. We lopen nu met een mondkapje op. Ja, ik vind het helemaal niet leuk. Maar dat is ook iets wat we accepteren. En zelfs een avondklok hebben geaccepteerd. Omdat het inderdaad zo belangrijk is wat we moeten doen. Jullie kijken allemaal heel moeilijk toen ik dit ging zeggen. Ik haak ook een beetje aan wat Leongo net zei over hoe zit de spreadsheet in elkaar. Yeah. Die voorbeeld van net gaat ook over dat economische waarden zijn hoger dan publieke waarden in ons stelsel. Dus als er meer geld mee verdiend kan worden, dan zetten wij gezondheidsrisico's opzij. Want het brengt werkgelegenheid, want het brengt keuzevrijheid. Terwijl als je op een andere manier je waarden zou beoordelen, ook in gronduitgiften, maar ook in vergunningen verlenen, dan moet het gewoon heel erg duur zijn om sigaretten te verkopen. Nou, dat is eigenlijk al zo. Dus dat gaat op zich wel goed, maar er kan misschien nog een tandje bij. Iets wat dus onmenselijk is, moet dan dus gewoon duurder gemaakt worden, omdat het gewoon onmenselijk is. En we moeten ook kijken of we zeg maar die andere waarden, namelijk gewoon een gezond leven, ook in onze afwegingen een plek kunnen geven. En dat doen we op dit moment nog steeds niet. Dus het blijft geld. En we willen graag alles in euro's uitdrukken. Maar je zou zo graag willen dat je het ook in, nou, wat eigenlijk Jonge net zei, dat je zo'n spreadsheet van een projectontwikkelaar of een retailer ook met andere waarden zou kunnen laden waar die profijt van heeft. Je hebt eigenlijk over een soort true pricing. Hè? Zoals we het ook over het klimaat hebben. Wat zijn de echte kosten? Ja. En dan ook om daar gezondheid in mee te nemen als je het over voedsel hebt. Ja. Ik denk dat zeggen naast. Ik denk dat ieder individu zichzelf die vraag moet stellen van: hè, zijn we bereid om voor elkaar te zorgen? En ik denk dat een hele essentiële vraag is. En dus ook, kijk, als iemand binnenkomt in het ziekenhuis die een auto-ongeluk heeft gehad en zijn gordel niet om had, dan gaat de arts niet vragen van: had je je gordel om, ja of nee? Dan gaat de arts meteen behandelen. En dus het gaat erom dat we bereid zijn te zorgen, ook voor mensen die niet binnen onze groep vallen. En ik denk dat een vraag is die we als gemeenschap onszelf moeten gaan vragen. Want als we het leuk willen houden voor ons allemaal in deze stad of in de steden, in dit land, dan zullen we wat meer voor elkaar weer moeten gaan zorgen. Dat is een beetje vervaagd. Hè? De verzorgingsstaat die we hadden, die had zijn kanttekeningen natuurlijk, maar het lijkt alsof we nu de hele andere kant op gaan, waar alleen de eurotekens het belangrijkste zijn. Dus het is gewoon echt die prettige, gezonde leefomgeving vraagt meer van ons dan we eigenlijk op dit moment geven. En ja, en ga niet zitten wachten tot het Rijk of de provincie of de gemeente dingen gaat doen. Maar kijk wat je zelf kan doen om bij te dragen aan een gezondere leefomgeving. Voordat we gaan naar de echt van de kant van hoe gaat dat er dan uitzien? En hoe kunnen we dan, we hebben al heel veel accenten laten zien hoe die omgeving gezonder kan worden en hoe we iedereen er mee kunnen nemen. Maar ik krijg een vraag uit de Zoom van Tamara. En hij zegt, is het niet een mooi nieuw resultaat of nieuw resultaat voor het nieuwe riool? Als je vervuiling, verloren potentiële levensgunst als uitgangspunten neemt, zou je dan klimaatverandering niet kunnen zien als uitdaging waar het nieuwe riool zich op zou moeten richten. Dus is klimaatverandering dan ook niet een van die focussen van, van het nieuwe riool? Hebben jullie daar gedachten op? Wie heeft dat? Heel erg. Ik denk dat onze grote uitdaging is nu. Ja. Dus dat is inderdaad echt die gezondheid die daarbij zit. En kijk, we zien nu met de pandemie dat het dus niet voldoende is om voor je eigen groep te zorgen. Dus hè, als wij allemaal in Nederland ingeënt zijn en beschermd zijn en de rest van de wereld niet, dan hebben we nog steeds een probleem. Dus ik denk dat dit heel duidelijk aangeeft dat de zorg voor de ander, voor degene buiten je groep, ook heel belangrijk is. En dat geldt dus ook de zorg voor de planeet. Want dat is dus niet alleen dat jouw tuintje binnen jouw huis het allemaal energie neutraal is, maar hoe kan je een bijdrage leveren voor de hele planeet? Ik ga hem nu weer kleiner maken, want inderdaad waar ik aan moest denken is bijvoorbeeld inderdaad met corona, wat er nu in Suriname gebeurt of wat in India gebeurt. Ja. Vreselijke, alsjeblieft ga paracetamol brengen bij de verschillende inzamelpunten, want dat is hard nodig. Maar dat is wat groot. Ja. Laten we nu klein houden tot zeg maar onze eigen directe leefomgeving. Ik moest heel erg denken aan de riool, want dat is een fantastisch voorbeeld.
Dat riool is toen niet aangelegd uit een soort van BV Nederland. Dus niet iemand die daar geld mee wilde verdienen. Is dat dan de tendens dat we echt inderdaad, eigenlijk wat ik als samenvatting, dat we dus op zoek moeten gaan naar iets hoe we dus weer de gezondere, prettige leefomgeving kunnen maken. En dat dat dus niet altijd geldgericht moet zijn. Ja, en je hebt het ook nodig voor de veerkracht van je samenleving. Hè? Dus dat is denk ik ook nog eens. Ja. Als iedereen op zichzelf is en alleen voor jezelf zorgt, of dat kleine kokonnetje om je heen, dan heb je eigenlijk geen samenleving meer. Dan dat samenleven doe je met elkaar. Dan is het zeg maar overleven in je eigen huisje. En ik denk dat we daar, dat is voor niemand zeg maar op dezelfde manier. Ik wil ook niet elke dag bemoeienis van mijn buren met mijn leven. Maar het is wel fijn dat er af en toe wel bemoeienis is of oplettendheid. En ik denk dat we daar, dat we eigenlijk op zoek zijn als samenleving om daar een nieuwe balans in te vinden. En daar hoort mantelzorg bij, goed voor je buren zorgen of in ieder geval, hè, dus in je directe omgeving wat kunnen doen. Maar het geldt ook voor werkgevers, van hoe zorg ik ook dat mijn medewerkers gezond blijven. En wat voor keuzes moeten wij dan maken als we nieuwe wijken gaan bouwen? Dus nu de nieuwste nieuwbouwwijken die opgezet worden, waar moeten we echt rekening mee houden? Ik hoorde al bankjes, voldoende groen. De kwaliteit van de openbare ruimte. Hè? Hoe meer je concentreert, hoe meer mensen je bij elkaar brengt, hoe belangrijker die ruimte, die openbare ruimte wordt. De parken, de pleinen, maar ook gewoon de stoep, maar ook de entree van het wooncomplex. Dus daar moeten we veel meer aandacht voor hebben. En er zijn gebieden waar we de waarde van elementen die meer geld kosten al meteen meenemen. En dat is bijvoorbeeld een straat met bomen kost meer geld dan een straat zonder bomen. Maar dat vergt niet heel veel discussie om een straat met bomen te creëren, omdat we allemaal al accepteren dat woningen die staan aan een straat met bomen meer waard worden. Dus het is niet altijd. Ik durf zelfs te zeggen dat, laat zeggen, het brede trekken en de werkelijke prijs van dingen bepalen en de werkelijke revenue, dat het uiteindelijk toch ook economisch interessant is. Het is niet zo dat het alleen denken is aan sociale dingen en dat dat losstaat van de economie. Want als je de totale prijs krijgt die wij betalen voor slechte wijken, dan is het helemaal niet zo rendabel om die woning van 20 vierkante meter zonder buitenruimte te maken. Dat is de gedachte van de vervuiler betaalt, maar dat zal dan ook een toepassing moeten zijn voor dit. Omdat altijd elders betaald wordt. Als iemand een wijk creëert die heel veel problemen later veroorzaakt, dan zou die daarin mee moeten bijdragen om dat weer op te lossen. En Evelien, hoe zie jij dat? Wat vind jij nou echt wat we op moeten pakken voor zo'n werk? Die bomen, ik denk een groene stad, hè, dat is echt een no-brainer. Dat heeft zoveel voordelen. Dat is ook een infrastructuur. Het heeft een effect heel lokaal. Hè, dus het heeft voordelen dat het de leefomgeving prettiger maakt. Hè, als het ook veilig is. Het heeft klimaatvoordelen. Dus dat het koelt in de zomer en isoleert in de winter. Het nodigt uit om naar buiten te gaan. Het verhoogt niet voor niets de prijs van woningen, omdat het mensen het mooi vinden, het verlaagt stress. Nou, heel veel voordelen. Ja. En heel lokaal, hè, dus dat is het voordeel. Maar ook voor de stad als geheel. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, de luchtkwaliteit wordt beter voor de stad als geheel. Het voorkomt ook overlast van regenwater bijvoorbeeld. Dus ik zou zeggen, investeren in groen en ook dat groen goed onderhouden. Dat lijkt mij een van de grote taken van de stad. Ook met de buurt onderhouden? Nou, precies. Ja, maar bijvoorbeeld als je het hebt dan over regels en budgetten, dan moet de stad dus ook zijn regelgeving en budgetten aanpassen. Want er is een bepaald budget voor onderhoud van openbare ruimte. En het onderhouden van groen kost meer dan het onderhouden van klinkers. Dus daar moet je dus ook aanpassen. Maar uiteindelijk hebben we er meer profijt van als we een groenere stad hebben. Want we worden er vrolijker en gezonder van. Dus, maar dan klopt het, dan kloppen dus die Excel-sheets niet. Dan klopt de berekening niet. Als je het eendimensionaal naar kijkt, klopt het niet. Maar daarom is het heel belangrijk dat je het, dus alle dimensies van wat het betekent om samen te leven in een stad, die moet je allemaal meenemen. En als je het gaat isoleren, dan krijg je van die scheve, dan klopt het op dat ene plekje, maar eigenlijk is het helemaal scheef gegroeid. En Wouter, hoe kunnen we dan voor zorgen dat in de toekomst voor Nederland, je bent adviseur voor de fysieke leefomgeving, hoe kunnen we dan voor zorgen dat in Nederland ook in de toekomst
niet mensen met minder geld juist naar de periferie gestuurd worden, langer moeten reizen. Is dat makkelijk te doen? Nee, natuurlijk niet. Want anders hadden we het al gedaan. Nee, maar ik denk wel dat het ontzettend belangrijk is om te onderscheiden wat je op verschillende niveaus organiseert. Ja. En ik vind dat het het laatste jaar zie je eigenlijk dat de Rijksoverheid steeds meer weer opgeroepen wordt om zijn kerntaken te verrichten. Namelijk zorgen dat we in een veilig en leefbaar land wonen. En dat betekent dus, het gaat de laatste tijd heel erg over wonen als een recht. Betaalbaar wonen als een recht. Maar schone lucht, rust en schoon drinkwater. Want over 100 jaar wordt dat ook nog een ding als we niet oppassen. Daar moet die Rijksoverheid echt keihard voor aan de bak. Dat hebben we allemaal maar laten vieren als een gegeven. Dus dat interpreteer ik een beetje als de nieuwe riolering. Hè? Hoe zorgen we dat de biodiversiteit, het drinkwater en de luchtkwaliteit veel en veel beter wordt. En dat zijn hele moeilijke afwegingen. Want dan heb je het over Schiphol, dan heb je het over industrie die drinkwater oppompt en de landbouw die de grond uitput. Het is een hele grote reorganisatie van ons land. En dan als je dan naar het lage niveau gaat, dan denk ik dat het gaat over goede ruimtelijke ordening. Dus zorgen dat die nabijheid op orde is. Dat mensen op bereikbare plekken wonen, dicht en goed bij voorzieningen. En dan het allerlaagste schaalniveau van hoe zorg je nou dat mensen echt samen kunnen leven. Ja. En dat is het niveau waar je dus in je gebiedsontwikkeling ruimte moet overlaten. Dus je moet accepteren dat je geld morst, omdat je stoepen te breed maakt, of omdat je op de begaande grond goedkope ruimtes overhoudt die voor het algemeen gebruik zijn. En dat zijn we helemaal niet meer gewend. We millimeteren, dat zijn de vakgenoten, we kunnen het als de beste. Elke marge uit een plan duwen. Je hebt daar een overvecht van die fantastische winkeltjes laag. Trouwens in Amsterdam Nieuw-West heb je dat ook. Meerdere plekken heb je het in het land. Maar van die grote flats die dan in de jaren 50 gebouwd zijn, of van die grote omgeving, dit winkeltje waar dan iets kon gebeuren. Ja. En wat doen we dan in het kader van de stadsvernieuwing? Ja. En zeggen dat die wijk ongezond is. Dat slopen we eruit. Ja. En dan gaan we dan saaie woningen voor terugzetten met geen balkons meer. Hè? Dus het even gechargeerd. Het merkwaardige is dus dat we heel veel kwaliteiten die wijken hebben niet herkennen. Dus die overmaat en die leefruimte die door de regelgeving misschien niet benut kan worden, maar die als je het anders organiseert ontzettend veel kwaliteit kunnen opleveren. En ik heb wel eens betoogd dat je in ieder projectontwikkeling gewoon 50 vierkante meter moet kwijt wegrekenen. En op 100 woningen merk je dat niet. Net zo goed als je de 1% regeling hebt met beeldende kunst. Dat merk je ook niet. Wegrekenen, dat betekent dus gewoon op 100 appartementen is dat centimeters. Dus dan kunnen we gewoon de 50 vierkante meter gewoon voor leuke dingen waar niet geld mee verdiend kan worden? Voor een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld. Die kan gewoon niet rendabel huren voor commerciële vastgoedprijzen. Maar ook gewoon voor een gemeenschapsruimte die met een goed buurtplan gebruikt kan worden. Dus eigenlijk onbenoemde ruimtes. Net zoals je de makelaar je ook altijd zegt, ja, deze woning is 130 vierkante meter, maar er zit nog een onbenoemde ruimte. 20 vierkante meter. Kan je niet rechtop staan. Kan je niet rechtop staan, maar dan kan je wel een hele mooie modelspoorbaan neerleggen. Dus die. Er lachen we nu om, maar je zegt wel iets cruciaals. Als het inderdaad zo is dat in dat soort in wijken, nu nieuwbouwwijken, dat er dan geen huisartspraktijk kan komen, dat die prijzen te hoog zijn. Ja. Dat lijkt me een heel slecht idee. Nou, ik ken het voorbeeld uit Utrecht. Ja. Dat dus in Overvecht er geen goede ruimte meer beschikbaar is. En dat ze dus van armoede in een schoolgebouw gaan zitten wat leeg stond. En dat wordt dan weggesaneerd omdat dat een handige locatie is om woningen te bouwen. Dus je ziet dat het publiek vastgoed in de verdichting van de stad steeds minder wordt. Terwijl als er iets meer moet worden als je meer mensen hebt, is dat er dus ook meer publiek vastgoed komt. Ja. Maar je maakt toch de opgave ook lastiger, want we willen met z'n allen verdichten. Want we moeten woningen bouwen, wel een miljoen binnen per jaar, meen ik zelfs. Dus flink tempo. Dat moet toch ergens gebeuren. We willen toch niet de natuur verder aantasten. Dus dat moet vooral binnenstedelijk gebeuren. En hier en daar gebeurt het dan geconcentreerd wel, maar zo dicht mogelijk. En eigenlijk, als jullie allemaal horen, is, we hebben heel veel meer ruimte nodig. Nou, als we beginnen met een van de ongezondste dingen, dat is die auto, dan kunnen we heel veel ruimte winnen. Oké, en leg dat eens uit. Ja, de auto neemt 25 vierkante meter
vloeroppervlak verhard, warm, slecht voor het klimaat. Je auto is slecht. Het is slecht voor mij als ik hem gebruik. Want ik loop dan niet, of ik fiets niet, of ik wandel, of ik beweeg dan niet. Dus hij doet heel veel dingen die eigenlijk niet goed zijn voor ons leven. Maar we beginnen de inrichting van onze stadsplattegrond eigenlijk altijd met de auto. Dus grote lijnen tekenen en dat zijn eigenlijk altijd de snelwegen. Maar ook gewoon in een wijk. We gaan eerst de parkeerplaats. Een architect begint vaak eerst met de parkeergarage en dan trekt hij vervolgens de appartementen op. Ja, dus zijn er ook al regels voor de hoeveelheid parkeerplaatsen die je moet hebben per aantal woningen? Ja. Alleen al de inspraak voor inwoners, dan gaat het over, hebben we wel voldoende parkeerplekken? Ik weet ook van plekken waar je geen huis mag bouwen zonder parkeerplekken. Dat niet eens mag, zelfs als de bewoners dat zouden willen. Ja. Is dat niet gewoon überhaupt buiten Amsterdam en Utrecht? Of is dat misschien voor later opzoeken? Maar dit is mooi, maar dat betekent dus een interessant verhaal. Want dat betekent eigenlijk wat Sanne zegt aan het begin van de uitzending. Een van de vragen die binnenkwamen van die 15 minuten stad. Ik heb ooit een keer een programma hier gemaakt, 15 minuten Nederland. Waar het dan ging, hoe ziet dat er dan uit? Dat hele mooie kaart met waar in Nederland je binnen 15 minuten fietsen van de belangrijke winkels, de belangrijke voorzieningen zit. Nou, dat viel echt grotendeels. Het hele land was afgedekt, behalve dan de Noord-Oostpolder en Zeeuw-Vlaanderen. Dat was een probleem, maar de rest was eigenlijk best wel op orde. Maar dat idee dat je dus alles op loopafstand, op fietsafstand hebt, dat is eigenlijk, dat moeten we met z'n allen dus omarmen. Dat is de conclusie die ik volgens mij hieruit kan trekken. Ja, dat denk ik wel. En wat Wouter, nabijheid betekent dus ontwerpen. Ja. Op de voetganger, op de loper. Dus dat je dingen heel veel op loop- en fietsafstand doet. Ik denk dat heel belangrijk is. En ook, we moeten loskomen van een aantal vanzelfsprekendheden. Dit afgelopen weekend sprak ik een Spaanse collega. En zij zei, als jij in Spanje gaat werken in Valencia, dan ga je ook in Valencia wonen. Ja. Voor ons is het heel gewoon dat je in Amsterdam woont, maar dan in Utrecht werkt, of vice versa, of nog verder. Dus als we dat ook meer gaan meenemen, dat je gewoon woont in de stad waar je werkt, dan heb je ook minder autobewegingen. Dus en dat geldt niet voor iedereen, maar dat zijn wel dingen waar je over moet gaan nadenken. Ja, dus dat betekent inderdaad de Zuiderzeespoorlijn bijvoorbeeld, zal vanuit die gedachte geen goed idee zijn. Dat iedereen dan in Heerenveen gaat wonen en dan alsnog binnen een half jaar. Je kan je dat afvragen of dat het handigste is om te doen, om nog verder uit te breiden, waardoor je nog meer, door sneller te reizen, mensen nog verder kunnen gaan wonen. We gaan bijna naar het einde van het uur, maar ik heb nog een paar volgende stappen die ik wil zetten. Want we hebben een soort van contour van hoe die stad er dan uit moet zien. Dus die 15 minuten stad, loopafstand, dat soort zaken. 15 minuten is niet voor iedereen te haalbaar, hoor. Nee. Dus ik denk dat ook in echte dichte wijken moet het ook op rollatorafstand zijn. Noem ik het maar even. Ik denk dat ook goed is. Dat misschien kan moet niet het over 15 minuten rollatorafstand, of is dat zelfs? Ja, dan is het denk ik 300, 500 meter misschien. Ja. Of een bankje tussendoor kan het ook. Dat helpt ook. Nee, maar dat zijn goede punten. Ja. Wat we dus dan gebeuren met die woningbouwopgave is eigenlijk ook dat we heel veel dingen binnenstedelijk, heel veel groenstroken gaan volbouwen. Daar moeten we dus ook mee stoppen. Is dat dan? Of kwalitatief goede publieke ruimte. Dat is volgens mij. Hè? En het veldje waar nu, toen de sportscholen nog dicht waren, volop gebootcampt werd, dat heeft een functie. Ja. Om ons gezond te houden. Ja. En hoe gaan we dan om met de bestaande wijken? Want je kan natuurlijk bij een nieuwbouwwijk kan je dat mooi ontwerpen. Maar moeten we er anders naar kijken, naar bestaande bouw? Ja, ik denk dat je dezelfde opdracht hebt. En misschien is het dan iets. Net zoals als je restaureert, moet je uiteindelijk ook ruimtes maken die voldoen aan de eisen. Ik denk dat je daar ook die opgave moet oppakken. En groen hoeft niet alleen te zijn op maaiveld. Hè. Groen kan ook ergens hoger in het gebouw of langs in de gevel. Maaiveld begaan grond, dus het kan ook omhoog. Ja, het kan ook omhoog, het kan op het dak, maar het kan ook langs de gevel. Je moet daar je creativiteit moet je gebruiken om het vraagstuk, het klimaatvraagstuk wat op tafel ligt, om dat op te lossen. En niet te snel excuses bedenken van ja, dat is een bestaande wijk, dus het kan niet. Nee, dan moet je misschien nog ietsjes harder nadenken hoe je het daar ook voor elkaar krijgt.
Maar wat ik wel nog een belangrijke vind, dan vind ik 15 minuten stad eigenlijk ook geen goede, maar nabijheid wel. Want het is namelijk, het is relatief nabijheid. Dus iemand die jong is en studeert, dan is een paar kilometer geen probleem, zeg maar. Ik ben hier ook naartoe gefietst en het heeft me 3 kwartier gekost. Ik begin op een leeftijd te komen dat ik denk van, pak hart te zwijgen, mag wel iets dichterbij komen. Terwijl ik 10 jaar geleden er nog geen moeite mee had. Dus daar, je ziet dus dat nabijheid ook echt wel vanuit het persoonlijk perspectief van mensen vertrekt. En ik vind mijn 15 minuten ook een soort makkelijke norm en daar moet je dan maar inpassen. Dus ik zou wel heel erg pleiten voor een model wat ook voor iedere wijk weer anders uitwerkt. Dus ja, sommige wijken zijn wat monotoner dan de andere, ook bestaande wijken. En dat is prima. Hè? Dus we moeten wel eens verschillen blijven vieren. Dus aansluiten bij de mensen die daar wonen. Ja. En niet allemaal inpotnat. Van Amsterdam Zuidoost weet ik dat parkeernorm helemaal geen probleem is. Want het autobezit is bijzonder laag in heel veel van die flats. Hè. Dus daar is men gewend om te lopen en de metro te pakken. Dus dat is een hele andere leefstijl. Dan kun je er ook met een hele andere manier ontwerpen voor maken dan in de pijp. Waar iedereen op de fiets zit. Dus daar. Ik heb nog een vraag uit de Zoom en uit de chat. Namelijk van Miranda. In Dordrecht wordt een groot park gerealiseerd dat uiteindelijk meer gaat opbrengen dan de investering heeft gekost. Ik ben wel benieuwd hoe een park meer kan, maar dat hebben jullie vast antwoord op. Zo'n project vraagt wel wat van de gemeente. Hoe zien de gasten dit? Doe je dit lokaal, regionaal of is het een rol voor de Rijksoverheid? Wie heeft daar? Allereerst, wie kan een antwoord geven? Hoe kan een park meer opleveren dan het heeft gekost? Blijkbaar wordt er goed gerekend, namelijk met publieke waarde en niet met euro's. Ja, dus het is dan inderdaad, wordt dan goed gerekend, waardoor alles wordt meegenomen. Misschien een soort bruto nationaal geluk. Ja, dat is ik word daar blij van, dat klinkt heel goed. Miranda, mocht je er nog de kans hebben, typ het even in. Dan zien we ook wat je er precies mee bedoelt of inderdaad dit het is. En dan vervolgens, het is zo simpel dat gemeentes dit gewoon zelf kunnen doen. Of misschien een projectontwikkelaar die in een gebied ontwerkt. Ja, maar ik denk niet dat een projectontwikkelaar dit zelf gaat oppakken. Kijk, we leven wel in een land waar goedkoop en snel een soort hoofdwaarde is. En een projectontwikkelaar pocht met hoe goedkoop die het heeft kunnen maken. En dat is ook een cultureel dingetje. Dus, want er zijn ook landen waar projectontwikkelaars pochen met hoe mooi ze of hoe luxe ze bijvoorbeeld de entree van hun woongebouw hebben gemaakt. Waar ze elkaar daarmee uitdagen. Dus daar moeten we een manier vinden om de partijen te triggeren. Om ook te denken aan die leefkwaliteit. Want ik denk niet dat het vanzelf gaat. En welke. Welke blinde vlek hebben we nog? Hoe kun je er voorkomen dat we dan per ongeluk dus weer die fantastische mooie nieuwe wijken en buurten dan toch weer alleen voor de elite zijn? Ja. Ik wou zeggen, ik denk ruimte, maar ook leftover spaces. Dus ruimte wat over is, wat je niet al helemaal invult. Dat heel belangrijk is ook voor een flexibele stad en een flexibele wijk. Hè? Want je kan wel zeggen, je bouwt voor een bepaalde type mensen die ergens woont. Nou, is dat in de stad misschien makkelijker. Hè? Maar ik woon dan zelf in een wat kleine dorp. En tot voor kort wonen daar alleen maar oude mensen in die straat. Die zijn nu op de leeftijd gekomen dat die woningen niet meer zo handig voor ze zijn. En nu wordt het verjonkt dat allemaal. Hè? Ook in Overvecht, waar een school niet meer gebruikt wordt. Dat heeft ook te maken met een bevolking verandert ook. Door allerlei demografische en migratie en andere natuurlijke processen. Dus flexibiliteit creëren. En ook met een soort van leftover spaces werken. Zowel wat betreft groen, maar ook wat betreft zo'n ruimte voor een huisartsenpraktijk. Ja. Water? Nou, ik wou één ding. Er was een column van Annius Horenstra. En die heeft een flink periode hier in Amsterdam gezeten bij gebiedsontwikkeling. Dus die ging over geld, ook in de stad. En die is daarna overgestapt naar Zaanstad. En die beschreef de situatie. Die zei dat hij dacht van dat hij van 100 naar 10 ging qua budgetten. Maar hij ging van 100 naar 1.
Dus die ongelijkheid over rijkdom op lokaal niveau, die is enorm. Dus waar Dordrecht elk dubbeltje moet omdraaien, klotst het relatief gezien in Amsterdam tegen de plinten. En dat komt omdat de gemeentes nauwelijks eigen verdienmodellen hebben. Dus ze krijgen een soort generiek budget van de Rijksoverheid. Ja. En dat kunnen ze vervolgens nog een beetje oplussen met eigen inkomsten. En dat is in Dordrecht alleen maar de hondenbelasting en de WOZ-aanslag. Maar in Amsterdam is dat toeristenbelasting, eindeloos parkeergeld. Dus die hebben heel veel extra inkomstenbronnen. Maar hoe kunnen we dit oplossen? En, nou ja, toen dacht ik nog, ja, het meest genereuze naar Nederland is dat heel Nederland Amsterdam wordt. Dus één grote annexatie, waardoor iedereen die rijkdom van die stad gelijk toekomt. Ik vind het dus echt schrijnend dat dus ergens bij de Noorder-Eiplas een grens ligt, waar dan Poelenburg achter ligt. Ja. En dat daar, terwijl in Tuindorp-Ozaan zeg maar de factor 100 aan publieke middelen beschikbaar is, de, aan de andere kant van die grens de factor 1 is. Nou, dat vind ik echt onvoorstelbaar. Ik maakte net ik stelde net de vraag van hoe kunnen we dan voorkomen dat de dat dit soort buurten alleen maar voor de elite is. Dat is te zorgen dat er voldoende budget is in ieder geval. En dat je dat dus niet... Ja, maar ook hier in de stad Amsterdam, die dan kennelijk daar geld voor heeft, zie je buurten. De parken moesten dicht en in coronatijd, terwijl de mensen niet naar buiten kunnen. Dus het is toch, ja, je zal ook een keuze moeten maken. Wat willen wij aan publiek groen? Net als in New York, het Central Park, zeg maar, zo'n groene ader in die stad is, waar heel veel mensen van gebruik maken. Nou, we hebben nog, ja, dat is een hoop om over door te praten. Ja. Gelukkig is de volgende aflevering gaat over financiering. Dus een deel hiervan geven we een voorzetje erop. Ja. Dus kunnen we daar goed over doorpraten. Ik heb nog wel we zitten bijna aan het eind namelijk. Een vraag van Milou, wat ik wel leuk vind, van wat kunnen we leren van het buitenland? Ik wilde sowieso een soort van jullie wensen voor ons land ophalen en voor die gezonde leefomgeving. Hebben jullie voorbeelden uit het buitenland waar je zegt van dat is nou echt hoe ze het goed oppakken? Of lopen wij juist voorop? Als ik mag beginnen, in mijn vakgebied, in het vakgebied van de architectuur en stedenbouw, is het in veel landen, om een land te noemen, in Colombia, is het heel gewoon om als architect en stedenbouwer bezig te zijn met maatschappelijke vraagstukken. Dus dat zeggen, als iedereen kijkt binnen zijn vakgebied waar die een bijdrage kan leveren. Dus meer te denken vanuit, ik ben onderdeel van een maatschappij en ik kan een bijdrage leveren vanuit mijn vakgebied aan deze maatschappij. Ja, dan ik denk dat we van het buitenland kunnen leren. We doen heel veel goed, maar we moeten ook af en toe durven om over de grenzen te kijken. Ja, we moeten dus veel meer... die rol van stedenbouwer is letterlijk stedenbouwer. Het betekent ook de mensen die er wonen en zorgen dat ze goede plekken hebben. Maar ook het type projecten wat je aanpakt. Ja. En ook op het moment dat je daar zit aan die tafel en dat je gezegd wordt van ja, die extra 50 vierkante meter die je erin probeert te krijgen, dat je daar echt voor vecht. Dat je daar echt niet de makkelijkste uitweg neemt en zegt, nou oké, goed, we maken daar nog een extra woningje van. Maar dat je dus dat je dan mensen meeneemt in dat narratief van, hé, luister, die 50 vierkante meter, dat als die huisarts daar kan zitten, dan wonen al die 100 mensen, wonen hier dan prettiger. En dat levert ook wat op. Uiteindelijk levert dat meer op dan als we daar een woning van maken. En en zorgen dat we dat kunnen meten, want er zijn systemen waar je dat... rekenmodellen waar je dat kan laten zien. En ik denk dat we dat moeten doen. Evelien? Ja, nou, niet een voorbeeld uit het buitenland, maar ik denk wel, wat is de ambitie van een stad? Dat zeiden ook, wat is de rol van de overheid? En dat geldt natuurlijk voor de nationale overheid en ook voor de stad. Ja. En ik denk dat een stad ook de ambitie moet hebben om een gezonde stad aan te bieden. En een inclusieve stad, waar mensen tot hun recht komen. En dat ze ook op die manier doelen maken en daar ook de key performance indicators bij plaatsen. Zeg maar, hier willen we op scoren. En daar is geld, is daar een middel voor om dat te bereiken. Mm-hmm. Maar als je het op een juiste manier ook kunt meten. Leefkwaliteit, gezondheid, brede welvaart eigenlijk ook. Dat wat je doet daaraan bijdraagt. En dan heeft dat uiteindelijk ook zekere economische waarden en voordelen. Want uiteindelijk is het goedkoop, duurkoop. Ja. En gaat het om onze gezondheid en onze welzijn. Mooi. Ja, want eigenlijk als mensen 15 jaar minder lang gezond leven, dan betekent dat ook mensen die minder lang mee kunnen doen in de samenleving. Ja, en wat ik in het laatste deel van het gesprek ook wel mooi vind, je benut eigenlijk ook, je kijkt sociaal, maar je benut ook de verbeeldingskracht van ontwerpers, van architecten, nationaal en internationaal, om daar een plaatje voor te maken. En
Dat moet ook met burgers, dat is heel belangrijk. Maar ik denk dat we daar, ja, daar mogen we ook wel meer open voor staan. Het wordt allemaal zo, toch ook gauw standaard. En die verbeeldingskracht hebben we ook nodig om in ook de naoorlogse wijken het weer mooi te maken. Mooi. En Wouter, als laatste naar jou, we zitten bijna door de tijd heen. Nou, vanuit even rolvast te zijn. Ik vind dat de Rijksoverheid wel wat sterker mag staan voor veilig en gezond. Dus als ik dan naar Duitsland kijk, dan mag ik op de snelwegen daar 's avonds minder hard rijden. Omdat er dan mensen slapen. Terwijl in Nederland wordt snelheid gebruikt om de capaciteit van de weg te benutten. Niet om de omwonenden. Dus dan mag je 's avonds juist harder. Zodat de mensen wakker worden tijdens een slaap. De Rijksoverheid mag meer richten. Het is echt een ander perspectief. Hè? Dus wij kijken naar doorstroming en in Duitsland kijken ze naar de leefkwaliteit rondom de snelweg. Nou, dat vind ik echt een wezenlijk verschil. Ja. Dankjewel. Ja, dit is het einde van dit gesprek. Ja, ergens natuurlijk de vraag wie is het? Een soort van hebben we het antwoord erop. Iedereen is letterlijk iedereen in ons land. We hebben natuurlijk de keuzevrijheid van iedereen om zelf de leefomgeving te kiezen, zelf in te richten wat ze willen. Maar natuurlijk ook de mogelijkheden die de overheden hebben, dus de gemeente, maar ook andere overheden en andere initiatiefnemers, om in ieder geval het goede gedrag te stimuleren. We hebben geleerd dat we veel verder moeten gaan dan alleen het uitvoeren van de taak, maar ook verder kijken naar die brede welvaart. Ik vond het een interessant gesprek. Ik hoop dat jullie het ook vinden. Zoals ik al net al zei, het is onderdeel van een vierluik. Volgende week hebben we het over de financiering. Hoe doen we dat nou? Geniet daarvan, kijk daarnaar. Zoals jullie gewend zijn van ons, van al onze programma's, altijd gratis toegankelijk. Kun je het gratis kijken, je kan ze ook gratis terugkijken. Zou je er willen bijdragen, dan kan het via de QR-code die zo in beeld is. Mijn naam is Servas en ik bedank voor het kijken. Fijne avond. Dag.